Goedemorgen. Het is vandaag dedicatiedag. Nee, het is zondag. Maar de gym is open. Dus ik ga trainen. En het is 9 uur en het is nog hartstikke donker. Dus ik heb zoiets van doei. Ik heb een trainingsontbijtje weer. Yoghurt met havervlokken. En 2 eitjes. Dus mijn punk zit alweer met vol verwachting. Klopt mijn hart? Krijg ik het eigen heel of krijg ik het eigen heel niet? Dus, nou, ik ga even eten en ik wens u een prettige dag. Hè. Hey, een goede middag. Het is zondagmiddag. Maar ik kom terug van trainen. Ik ben echt als een beest tekeer gegaan. Ik heb sommige records verbroken. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb eerst 30 minuten op de hamsterband gelopen. Toen 35 minuten op het fietsie. En voor de rest heb ik een record gebroken op mijn chest. Met 52 kilo. Ook mijn schouders. Dat je hem op moet tillen. Ook een record gebroken. Met 18 kilo. En voor de rest pool dingen. Voor mijn rug. Allemaal voor mijn rug. En allemaal over mijn maximaal. Dus ik vind het heerlijk. Ik ben echt als een beest een keer gegaan. Dus alle frustraties van het kutgedoe met die hantenbank. Ik heb een, op zondag bezorgen ze niet. Ja, maar ja, in ieder geval, alle frustraties heb ik eruit gehaald. Ik heb vanaf 9:30 tot en met 11:15 heb ik getraind. Dus aardig wat uurtjes. En ik heb, ik moet me verscheren. Ik heb een omeletje met champignons, ham, kaas en hamblokjes erin. Toch ham dus. Champignons, tomaat en nog een plak kaas eroverheen. En ik heb weer de oude vertrouwde. Hier zo. Flink omelet. En ik heb weer de oude vertrouwde. Heet in de pins. Ik heb daar een speciale vlees voor aangeschaft. Dus ik kan even flink herstellen. Flink veel eiwitten. Weinig koolhydraten. Dus daar zag ik er net op de televisie. En toen ik binnenkwam. Over een eiwit dieet, die begon al met pasta. Nou, ze doen hier best wel. Die voedingsdeskundige had nog zo van twee van die hangzakken. Die had twee van die hangzakjes hier wel. Ja, maar is hartstikke goed voor je. Ja hoor. Dinges. Trainen en dinges. Zoals Santa zegt, no lift, no gift. Ik ga even eten en daarna ga ik even douchen. En voor vanavond heb ik een vegan recept. En dat moet ik nog even helemaal uitschrijven. Dus, ik zie u later. Hey, goedenavond. Ja, we zijn hier bezig met wat eten we vanavond. Nou, het is derde keer kerstdag. Nee hoor, het is kerstdag, of tenminste zondag. Maar ja, de winkels zijn ook niet allemaal open, dus... Dus het is eigenlijk derde keer de dag. Wat eten we vanavond? We eten vanavond Vega Wellington. Het beroemde... het beroemde gerecht. Beef Wellington kent u allemaal. Nou, dit wordt een Vega dingetje ervan. Wat hebben we voor nodig? Een hele waslijst. Maar ik heb de...
Ingrediënten heb ik er al bij gezet. We hebben walnoten nodig. Die heb ik al gekraakt. Dus die heb ik alleen in vruchtvlees. We hebben verschillende soorten paddenstoelen nodig. We hebben blauwaderige kaas nodig. En we hebben wilde spinazie nodig. Shallotjes. Knoflookje. En bladerdeeg. En een beetje bloem. En sesamstraat. Zaad bedoel ik. Sesamstraat. Maar ja, in ieder geval. Dat hebben we nodig. En het is eigenlijk een kerstding, maar ik ging graag gisteravond naar vrienden toe. Heb ik wel heerlijke zalm gegeten in pesto saus en broccoli. En vandaag eten we vega Wellington. Dus geen beef Wellington, maar vega. Maar ik ga even koken, want ik ben de hele tijd bezig. Dus doei, tot zo meteen. Zo, goedenavond. We zijn weer aan tafel. Na een uur weer al koken. En hij is wat te groot uitgevallen, dus ik kan hem van de week nog een keertje eten. Wat heb ik gedaan vandaag? Ik heb vanmorgen heerlijk getraind. En wat was het druk in de sportschool, zeg. Niet te geloven. Ik was er kwart over negen. Toen viel het wel mee, om een uur of elf, zeg. Ik heb nog nooit zoveel mensen gezien. Maar ja, iedereen het kerstfitten en het trainen. Nog een paar leuke gesprekken gehad met mensen. Dus viel allemaal wel mee. Wat heb ik vanavond gemaakt? Ik heb een vega Wellington gemaakt. Oftewel, ja, eigenlijk is het een beef Wellington, maar ik heb het met groenten gemaakt. Er zit een paddenstoel in. De drie soorten. Shiitakes, bospaddenstoelen. En bos champignons. En nog wat andere paddenstoelen. Er zit spinazie in, er zit roquefort in. Er zitten walnoten in. Dus het was eventjes. Eventjes werken. Maar ja, we hebben hem gemaakt. En hij is wat groot uitgevallen. Ik had zelfs nog de helft genomen. Maar dit krijg ik nou door vanavond. Dus ik heb van de week heb ik nog een happy. Dan hoef ik even niet te koken. Of met oudejaarsavond. Want het komt er ook weer aan. Ik word helemaal ziek van die feestdagen. Maar ja, in ieder geval. Ik ga even eten, anders wordt hij koud. En daar heb ik geen zin in. En weinig nieuws. Het is zondag, derde kerstdag. Dus in Nederland overstroomd. En IS heeft weer een nederlaag geleden. En de PvdA is op sterven van haar dood, maar ja, dat wist u al. En Van der Voort en Van der Pas die zijn door naar de derde ronde. Met darten. Dus ik ga even lekker eten. En ik wens u een prettige avond. En ik zie u morgen.